Glijvlucht heb ik geschreven uit hele persoonlijke overwegingen. Ik woon in een heel mooi dorpje, Spaarndam. En zo'n 8 jaar geleden ging er een nieuwe vliegtuigbaan open. En dat was echt afschuwelijk. Het was echt een nachtmerrie. Want het was een snelweg in de lucht die boven onze huizen werd geopend. En ik dacht, daar moet ik wat mee gaan doen. Want het had zo'n enorme impact. De mensen die weggingen en actie voeren. Dus ik wist al heel snel, mijn nieuwe boek gaat over een spotterscamping naast een landingsbaan. En over een jongetje dat ganzen interesseert om die vliegtuigen uit de lucht te halen. Dus dat idee was snel geboren. En dat resulteerde in Glijvlucht. Dus lees het boek.